Dit is Drenthe Nu van donderdag 2 juni. Met vandaag onder meer: in de toekomst wordt de landbouw anders dan we gewend zijn. Door steeds strengere regels moeten boeren op zoek naar slimme innovaties. Drentse delegatie haalt berggeld op met beklimming Alpe d'Huez. En nieuwe stichting in Meppel maakt korte metten met verwaarloosde Joodse begraafplaats. De boeren die zijn alweer drak aan het mijden en dat is niet voor niks. Want er komen een paar mooie dagen aan. Doggies, not nice, praat ik je er even voorbij. Het weer. Goedenavond. De landbouw van de toekomst ziet er heel anders uit dan we gewend zijn. Steeds strengere regels moeten gecompenseerd worden met slimme innovaties. Nou, wat dat voor de Drentse landbouwgronden betekent, is misschien te zien in de proefboerderij van de Wageningen Universiteit in Valthermond. In Valthermond vergaapt het publiek van de innovatiedag zich aan robottrekkers in alle vormen en maten. En aan een weiland dat eruit ziet als een lappendeken. Maar de echte innovatie op dit terrein gebeurt in de computer. Een robot is eigenlijk gewoon een trekker zonder cabine. Dus die volgt gewoon een paadje. Maar het interessante is, er moet ook een werktuig op en die moet iets doen. En dan komen termen als artificial intelligence, machine learning en algoritmes om de hoek kijken. Computertaal die ons zegt dat de machine steeds beter zelf weet wat hij wel of niet moet doen. Dat helpt als je onkruid moet verwijderen met steeds minder chemische bestrijdingsmiddelen. Of als je je verwachte CO2-uitstoot moet doorgeven. Dit is echt innovatief. En dat kan hier op zo'n proefboerderij van de Weur. Daar kan je alles laten zien en kan je ook dingen uitproberen. En dat is in de boerenpraktijk natuurlijk wat lastiger. Daar wil je als je een machine aanschaft zeker weten dat het goed gaat werken. Deze innovatiedag is een soort open dag van de Wageningen Universiteit. De ontwikkelingen worden nauw gadegeslagen door de Drentse gedeputeerde voor landbouw en zijn Groningse collega. Hier wordt heel veel ontwikkeld, hier ontmoeten boeren elkaar, er wordt geïnspireerd, is kennis te halen. Als provincie dragen we daar ook aan bij. We hebben natuurlijk ook subsidies te verlenen, dus ook in dat subsidiespoor proberen we ook al die innovaties mogelijk te maken. Dit lijkt allemaal toekomstmuziek, maar zeker de robots die zelfstandig onkruid weghalen, zullen we volgens de onderzoekers binnen een paar jaar op het land zien. Het enige probleem is nog dat de robot de taak wel uitvoert, maar nog niet kan zien of hij dat ook goed doet. Dus waar de fabrikanten nu op richten is van, ik wil iets herkennen en toepassen, maar dat stukje kwaliteitscontrole, dat moet nog. Ja, dat is echt de grote uitdaging. Dat is nog wel een grote uitdaging, ja, klopt. De robots komen er dus aan, maar de boer is nog lang niet weg. Bij een ongeluk tussen meerdere auto's op de burgemeester J.G. Le Grosweg in Eelde is vanochtend een automobilist om het leven gekomen. Het gaat om een 34-jarige man uit Eelde, meldt de politie. Het busje dat de man bestuurde was gestolen. Hij kwam in botsing met een tegemoetkomende auto. De bestuurder van dat voertuig raakte gewond aan een been. Een andere auto die betrokken was, raakte beschadigd. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Groningen Airport Eelde. Hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk om eerste hulp te verlenen. De weg was enige tijd afgesloten. En Drenthe mag dan wel bekend staan als fietsprovincie, maar dat is misschien niet helemaal terecht. De fietsvriendelijkheid van 8 Drentse gemeenten wordt beoordeeld als ondergemiddeld. Dat blijkt uit een peiling van de Fietsersbond onder bijna 50.000 mensen. Bij de beoordeling werd bijvoorbeeld gelet op het aantal voorrangrotondes en aangelegde fietspaden. Noorderveld doet het in onze provincie nog het best, met een totaalscore van 3,6 op een schaal van 5. Nou, landelijk is Schiermonnikoog beoordeeld tot beste Nederlandse fietsgemeente van 2022. Ik heb een schaar meegenomen. Kijk, dit is zo de schaar. Een heleboel mensen die denken, hey, daar knip ik de buksers mee. Ja, maar wat hij met die schaar doet, dat ziet u zo meteen. Ja, in alle vroegte stonden vanmorgen duizenden deelnemers onderaan de Alpe d'Huez in Frankrijk om de berg te bedwingen. Deelnemers en vrijwilligers beklimmen elk jaar fietsend, hardlopend of wandelend de berg in de Franse Alpen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Een groep medewerkers, studenten en leerlingen van nagenoeg alle middelbare en mbo-scholen in Assen deed ook mee. En de sfeer zat er goed in. Nou, je mag even laten horen dat het goed met jullie gaat. Jazeker. Hey! Ook de Drenthe Marcella en Marnix doen mee. Hun zoon Thomas heeft botkanker en wordt niet meer beter. Marcella legt uit dat het een zware tocht was. Maar ik had wel steeds in mijn hoofd, Thomas die is al bijna 3 jaar aan het strijden. En ik dacht van ja, ik moet even 2 uurtjes hier strijden, de berg op.
Dus dat is natuurlijk niets in vergelijking wat Thomas allemaal al mee heeft gemaakt. En dat gaf mij ook wel de kracht en de moed om door te gaan. Hoeveel geld er in totaal is opgehaald, wordt later vanavond bekendgemaakt. Van de Joodse inwoners van Meppel overleefde bijna niemand de Tweede Wereldoorlog. Daarom zijn er bijna geen nabestaanden meer om de Joodse begraafplaats netjes te houden. Nou, een nieuwe stichting pakt de handschoen op en begint met een grote voorjaarsschoonmaak. Het was armzalig, armoedig, verdrietig. Het zag er niet uit. Het zag er dus niet goed uit op de Joodse begraafplaats in Meppel. Een nieuwe groep Meppelers pakt het onderhoud op. Deze week maakten ze dit stukje Meppel weer een stukje mooier. Jaarlijks komt de groep meerdere keren bijeen en wordt er druk geschoffeld, gemaaid en gepoetst om de grafmonumenten in ere te houden. En waarom is dat belangrijk? Er is in Meppel niks meer. De synagoge is afgebroken, het badhuis is afgebroken, de Joodse school is weg. We hebben nog twee stukjes pilaren staan, wat dan het restant is van de voormalige synagoge. Verder is er niets herkenbaar, authentiek, vanuit de oorlog, of van, eigenlijk van voor de oorlog. En eigenlijk is dat schrijnend. Het gaat Eduard Huisman aan het hart. Hij is van het Nederlands-Israëlitische Kerkgenootschap. Hij is onder de indruk. Een grote klop van een kleine 20 mensen is uitzonderlijk. En mede door de kracht en de inspanning van Elsbeth van der Horst en de andere bestuursleden is dit gerealiseerd. En als je nu kijkt wat er nu al gerealiseerd is, duidelijke paden, schone matcijfers, grafstenen een herkenbare begraafplaats, ja, daar kan ik alleen maar heel blij mee zijn. Huisman heeft zelf ook een band met de plek. Zijn grootouders liggen er begraven. Het raakt hem, want binnen het Jodendom is onderhoud van de graven belangrijk. Het Oude Testament schrijft dat als de verlossing komt, de overledenen kunnen herreizen en tot mensen terugkomen. De bijdrage van alle vrijwilligers hier om dat te kunnen realiseren is goud waard. De stichting gaat voorlopig verder en heeft al een actieplan voor de komende jaren. Wat we heel graag zouden willen is dat de teksten die niet meer te lezen zijn, dat die goed te lezen zijn. En zeker voor het genealogisch onderzoek daarna. Er is zoveel onderhoud nodig aan graven waar grind in ligt, waar de omheining van stuk is. Stenen die gelijmd moeten worden. 2 weken geleden of 3 weken geleden is er nog een steen zomaar omgevallen. Dus er is hier nog wel een paar jaar werk. En zeker gezien de toekomst zouden we heel graag willen dat dit echt Joods erfgoed wordt. En dat de gemeente Meppel daarin mee zou kunnen gaan, daar werken we hard aan. En de zomer komt eraan en dus is het voor schapen tijd om hun winterjas uit te doen. En aangezien ze dat niet zelf kunnen, is het maar goed dat het aankomend weekend weer het traditionele schaapscheerdersfeest in Exlo op het programma staat. Wakker worden! De werkdag begint voor de wollige dames en heren. Die start met de dagelijkse wandeling richting hei. Nu nog met winterjas, maar na aankomende zaterdag gaat die uit. Nee. Ik heb een schaar meegenomen. Kijk, dit is zo de schaar. Een heleboel mensen die denken, hey, daar knip ik de buksers mee. Maar zulke scharen die zijn eigenlijk al hartstikke oud. Want in het groot boek van de hertog van Berry, het gebedenboek, dat stamt ergens uit de 14e eeuw, staan er al plaatjes van zulke scharen. We hebben precies met die ronding. Zo enthousiast als Van Wijngaarden praat over zijn materiaal, zo blij is hij ook dat het feest na 2 coronajaren weer doorgaat. Een mooie traditie noemt hij het. In de jaren 70, begin van de jaren 70, toen hadden we nog een hele grote groep scheerders. Toen leek het nog een beetje op hoe het eerder ging. We hebben nu niet zo heel veel scheerders meer, man of 10, 12. Maar in die tijd toen hadden we denk ik wel 20, 25 scheerders. Dit jaar doen er zo'n 12 scheerders mee. Een van de hoogtepunten, het Nederlands kampioenschap. Daar wordt gelet op de manier van scheren, op hoe egaal het gaat. Ook of het schaap netjes behandeld wordt, dat telt heel zwaar mee. Het gaat niet in de eerste plaats om de tijd. En op het eind van het spul, dan moet je de wol ook nog bundelen. Dan moet je er dus een heel mooi pakketje van maken. Wat gebeurt er eigenlijk met al dat wol? De wol die wordt door particulieren wel gebruikt om te spinnen. Nou is Drentse heideschaapwol een beetje stug. Dus je krijgt er niet de allermooiste wol van. Maar voor het filten is het heel erg in. Dan kun je geen betere wol hebben.
En een deel van de kudde wordt machinaal geschoren. En die wol die gaat naar de wolfederatie. En ja, dan wordt het verwerkt tot van alles en nog wat. Voor nu staan de schapen eerst nog in winterjas op de hei. Klaar voor zaterdag. Hun eerste dag met zonder jas. Ja, ik zal direct maar even met het goede nieuws beginnen. Want er komen een paar mooie dagen aan. Met een fijne temperatuur, een mooi zonnetje erbij, wat voorzichtige wolkjes, kun minder. Vanavond kunnen we ons opmaken van een rustige avond. De lucht is ietsje minder koud in de avond dan de afgelopen tijd. Vannacht daarentegen giet de temperatuur nog wel warm deel, een graad of 6. Ja, en die rustige avond is een voorteken voor de vriendelijke vrijdagmorgen, waarbij de zon een hoofdrol speelt en de wind smaakt zowel wat wolken, maar mag niet heel veel naam hebben. De temperaturen die komen uit tussen de, als we het roem aanhouden, 20 en 23 graden. Dan kijken we nog even vooruit. De zaterdag is een dag waar de wolken en de zon elkaar afwisselt met een kleine 20 graden. Blijft droog. Zondag daarentegen, eerste Pinksterdag, dan komt een beetje ander weer aan. Een dikke 20 graden dat dan nog wel, maar smiddags kan er wat water vallen. En maandag is een dag, tweede Pinksterdag, die er wel wat op liegt. De wolken en de zon die wisselt elkaar af met in de middag kans op een bui. Tot morgen. En dit was Drenthe Nu. Meer nieuws vindt u op onze website rtvdrenthe.nl of via de app. En daar leest u onder meer dat Johan Derksen niet vervolgd wordt voor zijn uitspraken tijdens het SBS6-programma Vandaag Insight. Dat heeft het Openbaar Ministerie Noord-Nederland bekendgemaakt. Voor nu wens ik u een heel fijne avond en graag tot morgen.